Ik zit hier aan de school Lucas School of Art en ik ga zo dadelijk naar binnen om te kijken hoe het dagelijkse schoolleven hier binnen eruit ziet. Ik ben Brecht Klaaskens. Brecht Klaaskens. U bent student op deze school, van welke richting? Ja, ik studeer Instruction Design, eerstejaars. En valt de richting mee, het wat u ervan verwacht heeft? Ja, het is echt wel wat ik verwacht had. Dus, En u bent ouder dan 18. Hoe komt u dan naar school, met de bus, met de auto? De auto is in school. Vandaag ben ik met de bus gekomen en dat was wel een beetje minder met het weer, veel vertraging. Maar, ja, met de bus lijkt me ook niet altijd evident. Hoe ziet uw dagelijkse schooldag eruit voor u? Het is dus dinsdag vandaag. Dan hebben we meestal atelierdag. Dat wil eigenlijk zeggen dat we naar school komen tegen 9 uur of zo. Dan hebben we meestal geen les. Het kan wel eens gebeuren dat een les tussen gepland wordt, omdat er gastsprekers komen. Maar meestal werken we dan aan projecten en zijn er ook leerkrachten aanwezig voor te helpen en feedback te geven. Heeft u grootste toekomstplannen met deze richting? Mijn toekomst. Het is natuurlijk het eerste jaar, dus eigenlijk echt wel een beetje zoeken van welke richting dat we willen uitgaan. Het is enorm breed, dus we hebben heel veel mogelijkheden. Ik hoop toch wel zelf later zelf kunnen op te richten, dus ik wil echt wel aan mijn eigen bedrijfje. Maar sowieso eerst gaan werken natuurlijk. Dankjewel, ik wens nog heel veel succes doorheen het schooljaar.